Mijn naam is Annabel Tavernier. Op 26 mei ben ik van op de tweede plaats op de Vlaamse lijst van N-VA in Brussel verkozen. Met mijn 30 lentes ben ik de jongste van de N-VA-fractie in het Vlaams parlement. En tijdens deze legislatuur zal ik ook de rol van fractieondervoorzitter invullen. Waarom heeft u deelgenomen aan de verkiezingen? Ik ben 4 jaar geleden naar Brussel verhuisd omwille van professionele redenen. Ik had nooit gedacht van dat ik mij in Brussel thuis zou voelen, maar het tegendeel is waar. Ik voel mij er goed. Uiteraard zijn er heel veel zaken die anders en beter kunnen in Brussel. Maar daarom ben ik dus ook wel in de politiek gestapt. Politiek heeft mij ook altijd geïnteresseerd. Ik heb onder andere politieke wetenschappen gestudeerd. En bovendien zit politiek toch wel een beetje in de familie. Mijn oom, Jeff Tavernier, stond aan de wieg van Agalef. Hij is nog Vlaams minister en ook federaal minister geweest. En mijn neef, Maarten Tavernier, die stond als eerste opvolger op de lijst van Groen in West-Vlaanderen. Dus het zit zo wat in de familie. De genetica delen we, de politieke visie misschien iets minder, maar er is een goede verstandhouding. Hoe is de avond van de verkiezingen verlopen? Rond 6 uur ben ik naar de Claridge geweest. Dat is een feestzaal in Sint-Joost-de-Node, waar militanten en kandidaten van de N-VA verzamelden. De resultaten voor Brussel in vergelijking met de Vlaamse provincies kwamen zeer traag binnen. Het was snel duidelijk dat de N-VA in Brussel vooruitgang boekte, een mooie vooruitgang. Maar de zetelverdeling was pas zeer laat duidelijk. Pas rond 11 uur, tussen 11 en middernacht, wisten we dat we 2 zetels hadden in het Vlaams parlement. Dus ja, we waren natuurlijk zeer gelukkig. En dan zijn we nog met de Brusselse ploeg tot in de vroege uurtjes gaan feesten in het centrum. Bent u tevreden met het resultaat? Ja, onze partij, de N-VA, heeft verlies geboekt. Daar gaan we eerlijk over zijn. Daarentegen heeft de N-VA in Brussel dat zeer goed gedaan. Het was toch wel de uitzondering. Vlaams-Brabant is ook stabiel gebleven, dus dat was ook zeer mooi, uiteraard. In Brussel is de N-VA maar met liefst 38% van de stem erop vooruit gegaan. Voor de eerste keer in de geschiedenis hebben we 2 Vlaams parlementsleden uit Brussel. We zijn ook de tweede partij in Brussel. De N-VA is nog nooit zo sterk geweest in Brussel. En ik denk dat onze ploeg wel terecht, trots en gelukkig mag zijn op dat resultaat. Ja. Wat zijn uw verwachtingen over uw nieuwe functie? Voor mij is het helemaal nieuw. Ik denk in het begin zal het allemaal wat overweldigend zijn. Heel veel nieuwe informatie. Maar ik zal me niet laten afschrikken. Ik zal ervoor gaan. En ik verwacht dat ik in korte tijd zeer veel dossierkennis zal verwerven. En ook een groot netwerk zal uitbouwen. 2 zaken die noodzakelijk zijn om het beleid te kunnen wegen. Zal u uw mandaat combineren met een andere job? Ik was voordien actief als parlementair medewerker in het Europees Parlement. En na de verkiezingen heb ik daar dan ook ontslag genomen als parlementair medewerker. Ook heb ik geen lokaal mandaat, dus ik woon in Schaarbeek. Daar heeft N-VA nog geen gemeenteraadsleden. Hopelijk in 2024 wel. Waardoor dat ik me eigenlijk 100% zal kunnen inzetten voor mijn mandaat en ook voor mijn ondervoorzitterschap van de N-VA-fractie hier in het Vlaams parlement. Wat is de impact op uw sociale en familiale leven?
Oh, ik ben relatief ongebonden, aangezien dat ik nog geen gezin heb. Mijn familie en vriendenkring die kennen mij als iemand die graag hard werkt en die graag netwerkt. En dat was zo in het Europees Parlement en ik denk dat dat hier niet anders zal zijn. Ik denk dat ik in vergelijking met de gemiddelde Vlaming misschien minder tijd besteed aan familie en vrienden. Maar dat wil daarvoor niet zeggen dat ik dat niet belangrijk vind. Integendeel, ik heb daar ook nood aan. En dat kan mij doen ontspannen om zo af en toe keer de knop op nul te zetten. Dus dat kan ik wel heel hard appreciëren, tijd met familie en vrienden. Waarop mag de kiezer u binnen 5 jaar afrekenen? Het aantal commissies en welke commissies opgericht zullen worden hangt af van de regeringsvorming, van de ministerportefeuilles. Dus daarom is het wel moeilijk om nu al inhoudelijke uitspraken te doen. Maar wat ik de kiezer wel kan garanderen, is dat ik met hart en ziel zal inzetten voor een beter en Vlaamser Brussel. Mijn verkiezingsslogan was Annabel, Brussel wordt niet zonder jou. Uiteraard met een stevige knipoog. Maar ik zou toch graag binnen die 5 jaar bijgedragen hebben aan een sterkere Vlaamse gemeenschap in Brussel.